training. Ja, oké. Okay. Helemaal, dit is weer een sportstraining. Doe maar even in je eentje, oké? Okay? In mijn eentje? Nou, oké. Okay. Ik vind best. Ik kan toch niet zo goed die expressional dingen. Laten we nou beginnen met tennis? Of wat wil je? Ik vind dit leuk. Oké, ga hoor. Ik vind het ook niet leuk. Waar doe ik me dit spel aan denken? Oh ja, dit. Hier krijg je 10 rondes en bij die 10 rondes kom je steeds een rijtje weer bij. Ja, dit zijn 10 kegels bijvoorbeeld. En dan komen er 15, daarna komen er een aantal. Zoals hier, 15. Oh, 1 kegel! En als je de dubbele punt, als je strike hebt, dan krijg je de dubbele punten van. Van als je van de strike, hè? Oké! Okay. 21 punten, dus keer 2. Dit zijn er 28. Oh! Dat is eigenlijk best wel goed hoor. Maar ik ken mensen die het weten niet. Oh ja, de laatste is 92 kegels. Gruwelijk, lastig. Ho! Volgens mij heb ik iemand gezien ooit op YouTube die heeft gewoon overal de strike bij gemaakt. Ik weet niet meer hoeveel punten hij als uitslag had. Oh, wow. 55, oké. Oh, die is mooi. 92 min 4 plus 4 is 66. 78. Ja, dit soort pion zal je nooit in een echte bowlingbaan te zien krijgen hoor. Oh! Oh, echt maar 1 kegel, hè? Ja. En dit is de laatste. 91. Ah, niet veel. Oké, nu. Wij bowlen. Nou, maakt mij niet uit wat we doen. Ik ben aan het denken, wat ga ik doen? Home run. Met die home runs. Bij... Oh ja, tuurlijk. Hitting home runs. Oh, je bent er kreselijk goed in. Negen homers. 1540 meter is de maximale. Ja, we hebben al gezegd in een filmpje van. Oh, kijk, ik kan het niet goed zien. En rechtsboven zie je van meter. Maar ik ben nog nooit zo vernederd. Oh, kak. Ik heb nog nooit zo weinig punten gehad. Nou, bijna nooit. Slecht. Nog een sport misschien bij... Dit is gewoon golven plus... Ja, het moet niet te lang duren, hè, Joren? Ja, ik doe het niet te lang. Sorry dat ik lach. Ho! Oh. Oh! Ik had er dat. Oh, wow, het is fout gegaan. Dit is al goed. Denk het wel. En nu lach je niet meer, hè?
Dat is van Steven Wintje. Met 16 punten. Ik had verwacht dat het veel erger zou zijn. Oh, dit is echt erger. Oh nee. Wat is dit? Oh, dit is erg. Ik ga toch niet vertellen dat je alleen nog maar 10 gaat maken, hè? Oké. Okay. Oh, kan ik wel vertellen, maar dat heb ik niet veel zin. Oh, kom op. Ik dacht dat het echt het zachter was. Ja, maar je hebt ook wel een golfstick veranderd, hè? Uh-huh. Dan gaat het wel extreem zacht. Ik dacht 20 kracht achter en neemt die bal mee, jongen. Oké, okay, 25, dat is wel wat beter, hè? Oh, 20 kracht 13. Na 13 meter per seconde, ook goed. Oh, dit gaat niet. Maar, dat was de sterke beet. Oké, er komt nog eentje. Hè? Dat was maar wat zeker. Dit is slecht. Oké, we gaan het anders doen, want ik schaam me hiervoor. Oké, wacht. Sorry voor de camera. Oké, wat ga je nu doen? Ga je tennissen met... Die een keer en die een keer, dat kan ik wel. Deze is heel kort namelijk. Oh ja, dit. Die ga je snel bij af. Bij stal. Ik heb 13 gehaald. Nou, bij de meeste keren heb ik wel gezien dat je... In de meer. Wat zou je de bronzen medaille opgeven? En welke heb ik nog meer in of zou je die? Zoveel mogelijk ballen goed in het veld staan. Die je aangespeeld krijgt. En als er één fout tussen zit, dan stop je al. Dat vind ik deze oefening altijd zo moeilijk. Ja, ik heb nog nooit echt getennis, behalve vandaag dan. Laat staan deze training ooit geprobeerd. Oh, kom op. Dat niet mee. Ik had hem bijna. Goed. Hoeveel lang? Misschien kan je nog even een partijtje boksen. Half zo'n snel te... Nee. Niet een partijtje. Pak hem even. Zit aan een andere wiestik vast. De nummer 4. Zo. Goed. Ik ben zo eenzaam. Jongen, wat wil je van? Ouch. Wat is dit ook weer? Oh ja, dit. Oh, kom op, ronde door. Je maakt een postzak, echt. Dit is echt een vermoeiende besturing. Toen ik de duigen raakte, ik er altijd snel bij uitgeput. Misschien lukt het nog net om deze te slaan, Joren.
Zeg je dat? Ja. Sommige knalt in één keer los. Goed. Einde. Wat de... Nee, dat meen je niet. Je laat onze kijkers teleurstellen. Ja, lekker voor. Eén potje. Oh, neem met dit hoor. Ah, met dit dan. Eén potje. Ik ben al bezig, man. Okay. Oké, nu moet je in zijn gezicht slaan. Nee, dat is niet. Juist niet. Dat is niet, maar ik vind het leuk. Dus daarom zeg ik kut. Ik krijg een strafpunt, jongen. Dat weet ik. Oh, kom op. Ha, ha, ha. Oh, kom op, zeg. Haha. Ha. Zal ik even losgaan op hem? Ja, tuurlijk. Ja, Matt die heeft me slaan kapot. Want toen ik altijd bokste, toen kwam ik altijd heel ver. Toen kwam ik altijd bezig dat ik hem moest verslaan. Dat hij trainer is. En dan kreeg ik hem nooit af. Dus ik wil dat je even lekker loslaat. Laat maar. Ik probeer hem even te raken, ja? Hoe goed is dat? Laat die laatste seconde even de banden pakken, oké? Goed. Lekker voor hem. Ik heb maar 13 punten. Haha. Oké. Ik kan hem niet raken. Doei!